Het is heel kort, maar krachtig. Dit is een citaat van Lompata Machayo, onze abt. En hij heeft dit heel vaak gezegd. Het is een beetje de slogan van onze tempel geworden in Thailand en ook in het buitenland. In het Thais gebruiken we voor het woord goede daden gebruiken we het woord parami. Parami wil zeggen een goede daad die je doet, heel vaak al doet, totdat het echt een deel wordt van je karakter. En de paramis worden ook wel geassocieerd met het idee dat je een Boeddha wil worden. En dat is een heel hoog en verheven ideaal. Maar het is ook iets wat een ideaal is van zelfopoffering. En ook dat het ook een ideaal is van karakteroefening. Dus we zijn geboren om goede daden te doen. Dat sluit eigenlijk aan op een wijdverspreid geloof in Thailand. Dat we allemaal geboren zijn om ons negatieve karma af te lossen. Het is nogal een cynisch en negatief kijk op de wereld, maar wel vrij wijdverspreid in Thailand. En onze abt in Thailand, Don Prada Machayo, die heeft als het ware als een soort reactie daarop dit citaat geschreven. We zijn geboren om goede daden te doen. We zijn dus niet geboren om ons slechte karma af te lossen. Maar we zijn geboren om juist goede daden te doen. Oh, ik heb hier een letter gemist. En het idee we zijn geboren wil zeggen dus dat dit eigenlijk de werkelijke het werkelijke doel in ieders mens zijn leven is. Alleen het ligt natuurlijk aan ieder mens in welke mate je dit doel wilt naleven. Het ligt er ook aan in welke mate je iets mee, daarmee voelt. Het goede daden wil niet zozeer het goede daden in de, niet alleen in de zin van zoals een padvinder elke dag een goede daad zou moeten doen, hè? Maar meer in de algemene zin. De goede daden zoals bijvoorbeeld ook respect tonen voor iemand die je heel erg respecteert. Zoals bijvoorbeeld je ouders of je leraren. Of ook goede daden zoals behulpzaamheid. Of goede daden zoals meditatie. Dat je eigenlijk ook voor jezelf doet, maar ook voor de ander in die zin dat je er een beter mens van wordt. Dus we zijn geboren om goede daden te doen. We eigenlijk zeggen dat we van elk moment in ons leven een gelegenheid kunnen maken om het goede te doen. We zijn geboren om dit werk te doen is eigenlijk een betekenis die daarop aansluit. Dit werk verwijst niet naar goede daden. Maar dit werk wil zeggen dat is eigenlijk wat dieper. Als je ervan uitgaat dat we allemaal hier op deze wereld zijn, maar niet voor de eerste keer. Dat we al verschillende keren zijn geboren en herboren, dat we al verschillende keren hier in deze wereld zijn, dan is het idee van we zijn geboren om dit werk te doen, wil zeggen dat we allemaal een zeker talent hebben. Of we er nu bewust van zijn of niet, of we het nu al ontdekt hebben of niet. Dat we allemaal een zeker talent hebben, een bepaalde goedheid. Iets waar we goed in zijn. Het kan zijn dat het is om te schrijven en anderen te inspireren in onze woorden als we iets schrijven. Het kan zijn dat sommige mensen eerder met hun woorden de ander willen inspireren of met kunst. Sommige mensen die inspireren de ander door de ander een schouderklopje te geven. Deze dingen,
die ontdekken we. En misschien hebben veel van jullie al deze dingen ontdekt. En je voelt je geïnspireerd om dat te doen. Je voelt je er vertrouwd mee op een manier dat je eigenlijk het gevoel hebt, dit is niet het eerste leven. Dit is niet de eerste keer dat ik dit doe. En het is niet voor niet iedereen heeft dat misschien al ontdekt. Het kan ook zijn dat het wat tijd kost om het te ontdekken. Maar we hebben allemaal zo'n talent in onszelf. In meerdere of mindere mate. Je hebt ook mensen die meerdere, kleinere talenten hebben. En je hebt ook mensen die meer gespecialiseerd zijn in één groot talent. Maar hoe het ook zij, er zijn van die dingen dat je het gevoel hebt, dit is niet de eerste keer dat ik het doe. Dat is de betekenis van, we zijn geboren om dit werk te doen. Dus we zijn geboren met bepaalde talenten om het goede te doen. Het is een soort van aanmoediging en inspiratie. Want als we denken aan goede daden doen, dan denken we misschien aan een wat verouderd ideaal van de padvinders. Of we denken aan een wat algemener filosofisch idee. Maar eigenlijk is goedheid iets wat we allemaal zekere talenten voor hebben. En wanneer we die hebben ontdekt, dan is het heel belangrijk ons daar echt op toe te leggen. Voor mezelf heb ik met name met lesgeven, zoals ik nu doe. En ook in zekere mate meditatie begeleiden, maar met name lesgeven, praten over het boeddhisme of over de leer van de Boeddha, heb ik het gevoel dat me dat heel goed afgaat. Net alsof ik het niet voor het eerst doe, niet voor het eerst. Dus de allereerste keer dat ik les gaf aan mensen, dat weet ik nog, als monnik dan, hè, kan ik me nog heel goed herinneren. En ik weet dat het me eigenlijk als een leien dakje afging. Ik denk dat ik wel fouten maakte en zo, maar het ging eigenlijk heel snel en heel makkelijk. Aan de andere kant, meditatie begeleiden, heb ik dat minder. Ik denk dat ik in vorige levens wel meditatie heb begeleid, maar minder dan dat ik heb lesgegeven. Al deze dingen gaan natuurlijk vanuit van het idee van vorige levens. En misschien is dat voor sommigen van jullie wat minder vertrouwd dan voor de ander. Maar het is in ieder geval de overweging waard. Zijn er bepaalde dingen die we misschien niet voor het eerst doen? En we hebben allemaal wel eens een keer een déjà vu. We hebben allemaal wel eens een keertje. Er zijn dingen, mensen en omgevingen waar we zo mee vertrouwd zijn dat we denken, dat kan geen toeval zijn. En dat is het idee ook van, we zijn geboren om bepaalde werken te doen, bepaalde dingen te doen. Ik wil niet zeggen dat er iemand voor ons daarboven op een wolk zit dat te bepalen, maar dat wil eerder zeggen dat onze gewoontes die we hebben ontwikkeld, hele lange tijd, misschien zelfs alleen al in dit leven, ons gevormd hebben op een bepaalde manier, zodat we graag dat doen. Voorheen gaf ik, tussen ons gezegd en gezwegen, voelde ik niet zo heel veel voor het begeleiden van meditatie. Er zijn zelfs jaren geweest dat ik het eigenlijk een beetje meer deed als een saaie plicht. Dat is wel een tijdje terug al hoor, maar het is wel, vooral in de eerste jaren van mijn monnikschap, was ik niet heel erg vertroeteld en vond ik niet heel erg fijn om meditatie te begeleiden. Het was meer iets wat ik deed omdat ik mij werd gevraagd om dat te doen. En omdat er niet veel mensen waren die goed Engels konden in die tijd, zat ik in Thailand nog. En in de loop der tijd ben ik zo mee bekend geraakt met meditatie begeleiden en heb ik me er zodanig in verdiept dat het ook een deel van me is geworden dat onlosmakelijk is en ik voel me er heel erg fijn bij en ik vind het heel fijn om te doen. Het is een soort van fascinatie, maar niet op het intellectueel niveau, maar meer op een, het is moeilijk uit te leggen. Maar er zijn zo ook wel dingen dat ik denk van, daar ben ik niet goed in. Misschien moet ik me daar wel een beetje meer aandacht aan besteden, zodat misschien het op een dag in een toekomstig leven wat makkelijker gaat. dit zijn zo wat ideeën die ik nu op jullie lanceer. En misschien dat je sommigen van jullie er meer mee vertrouwd zijn dan anderen. Maar het is wel de overwegen waard. Soms dan
zitten we te mediteren en dan hebben we het gevoel, als ik dit doe, is het heel makkelijk en als ik dat doe, is het niet makkelijk. En dat komt omdat we net als een plaat met bepaalde groeven, zijn er bepaalde gewoontes, bepaalde dingen in onszelf, in ons karakter, die als heel vertrouwd aanvoelen. En dat is niet omdat we dat nu hebben aangeleerd, maar omdat het al van vorige levens komt. Dus ook in meditatie zullen we merken dat we onze eigen draai moeten vinden. En om een beetje in de platenmetafoor te blijven. En ook daarin ook een beetje onze eigen passie. Meditatie, om het levendig te houden, is het belangrijk om het je eigen te maken. Het eigen maken wil ik niet zeggen dat je het elke dag doet alleen. Ik bedoel, ik wil niet alleen zeggen dat je het elke dag doet. Maar ook meer dat je het gevoel hebt dat het jouw ding is geworden. En als je nu 5 minuten elke dag mediteert, of elke dag een half uurtje of langer, dat maakt daar op zich niet heel veel voor uit. Maar het belangrijk is dat je het een ruimte geeft in je leven. En als je ervoor zorgt, dan zorgt het voor jou. Zijn hier nog vragen over dit onderwerp? Een opmerking. Ja, graag.